Hallo iedereen, ja, ik ben in Brussel. Ik ben net aangekomen en ik heb dus een afspraak met twee meisjes, Anna en Eleonoor. Anna hebben jullie al gezien in mijn YouTube-kanaal. Ze danst en ik heb haar eens geïnterviewd omdat ze, ik denk dat ze danst voor Made in Asia. Dat is een, een soort groot festival in Brussel. En Eleonoor is naar Japan geweest, heeft daar een jaar gestudeerd. En ik ga met die meisjes een beetje babbelen. Daarna ga ik de layout doen en dan kunnen jullie een beetje meeluisteren. Dat zal mijn babbeltje zijn van vandaag. Maar natuurlijk moet ik tijd hebben om de layout te doen. Maar ik zie jullie straks, want ik ga nu naar het cafeetje. Er is veel lawaai hier. Ja. Ja. We moeten een kleine microfoon hebben. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja, zeker? Een beetje moeilijk. Het is moeilijk. Veel werk. Op universiteit. En wat veel wiskunde? Ja. Veel wiskunde, alles. Denk je dat dat oké zal zijn? Ik hoop. Ik heb twee examens op het einde van de maand. We horen Anna niet goed, hè. Als ze spreekt, er is te veel lawaai. Ik zal een beetje korter bij komen zitten. Je hebt twee examens op het einde van de maand. Ja. En dan zal je misschien zien hoe het gaat. Ja. Zeg maar, is het dit weekend niet Made in Asia? Ja, maar ik ga niet, omdat we doen niet de... Je doet niet de dans, het spektakel. Want ik had dat gehoord, maar je danst nog. Ja, met mijn groep. En vandaag ga ik naar een dansworkshop. Maar nu, we doen niet de Made in Asia. Nee. Is iedereen aan de universiteit? De anderen ook? Nee, we hebben twee members dat in middelbare school zijn. Ah ja, ze hebben minder werk. Ja. En ze hebben vakantie. Ja. Ik niet. Ik heb niet vakantie. Nee, niks? Ik heb een week als ik niet les heb, maar ik heb examen op dat. Ah ja, dus je moet studeren. Ja. Blok. Een kleine blokjes. In Nederlands is dat blok. Eleonoor, hoe gaat het met jou? Goed. Ik ben een beetje wat? Een beetje... Triestig? Ja, een beetje triestig. Omdat je vrienden in Japan zijn. En mijn gastgezien ook. Je wat? Ja, je gastgezien. Maar, er komt iemand. Ja, dank je. Wat willen jullie eten, dames? Eten, drinken? Ja, we gaan beslissen. Maar wat is er zo fantastisch in Japan? Want je hebt gezegd alles. Ja, alles. De school. Alles. Alles. Ja. De trein. Ja, dank je. We gaan eerst even beslissen wat we gaan eten. Maar dus is alles... Alles is heel proper? Ja, proper. Mensen zijn heel respectvol. Ah ja, respectvol. Ja, ja, dat is niet hier, hè? En zeker niet in Brussel, hè? Nee. Anna zegt ook nee. Ah nee, absoluut niet, ja. Maar waarom? Hoe doen ze dat om respectvol te zijn? We leren dat in school. Ah ja, ja. We leren dat in school en door de schoonmaker. Je maakt schoon in school? Van onze klas. Fantastisch. Ik denk dat dat hier ook moet. Ja, ik denk dat ook. En dus, er zijn geen mensen die schoonmaken. Alleen maar de studenten. De leerlingen. De leerlingen maken schoon. Oh, fantastisch. En je hebt jouw klas. Ja. En hoeveel zijn er in een klas? Veel? Met de school, maar in mijn school waren 35. 35 is ook veel. 35 in een klas. Maar
Ik was in een grote school. Dus... Maar heb je ook veel uren in autonomie? Of niet speciaal? Nee, hetzelfde als hier. En ook van 8 tot 4? Ja, de les zijn van 8 tot 4. Maar daar hebben we clubactiviteiten tot 6. Clubactiviteiten? Ja. Maar wat is dat? Maar is de club de klas of is de club voetbal? Ja, ja, ja. We mogen kozen. Zoals dans, voetbal, volleybal, badminton. Wauw. Of tekenen. Ook artistieke activiteiten. Artistieke. En is dat, dat is van 4 tot 6? Ja. En, dan, en iedereen doet dat? Ja. Nou, dat is goed. En dan gaat iedereen naar huis. Ja. En 's middags? Heb je een pauze? Ja, we hebben een pauze. Dus, 12 en 1 uur. 1 uur pauze en je blijft in de school? Ja. Is er een kantine? Het verschillende met de school, maar in mijn school had geen kantine. En ga je dan buiten in een supermarkt of streetfood? We hebben automaat met kruisboom, onigiri. Ah, dus gezonde dingen? Ja. Maar... Geen chocoladewafels en... Ja, ook. Ook. Maar we brengen onze lunchbox mee. Je brengt dat mee. Ja. En je maakt dat dan thuis? Ja. En jij maakt dat of je gastmama maakt dat? Of de twee? De twee, ja. Is er veel fastfood? Ja. Ook? Mm-hmm. Begrijp jij wat zo goed is in Japan? Begrijp je dat? Of... Ja. Maar wat? Wat denk jij dat zo... Ah ja, ja, ja. Zeg maar, je mag eten wat je wil. Spreekt u Nederlands, mevrouw? Spreekt u ook Nederlands? Een beetje, goed, ja, prima. Prima. Maar dus, wat denk jij dat zo fantastisch is? Ik denk dat het is een andere mentaliteit. Maar dus respectvol, oké, dat is een groot punt. Maar hoe zie je dat? Je ziet dat in, ja, de klas is proper, de toiletten zijn proper. De stad ook. De stad is proper, ja. Wat is nog een groot element? Er zijn geen SDF. Ah ja, er zijn geen SDF, geen mensen in de... Er zijn SDF, maar we zien hen niet in de straat. Er is een plaats voor hen. Ze werken. Ja. Dus... En misschien zijn er veel immigranten in... Niet zoveel. Ah ja, oké. Okay. 19% of de populatie is Japans. Is Japans, ja. Oké, okay, dus heel veel Japanners. Maar ik denk dat ze even niet te veel vast. Ah, oké. Okay. Zijn Japanners dik? Nee. Dus ze eten niet veel... Ik zie jullie, ja. Ze eten niet veel fastfood. Nee. McDonald's of... Voor kerstmis ze eten KFC. Wat? Voor kerstmis KFC? Ja, het is een traditie. We hebben geen... als Thanksgiving, we hebben geen... Kerstkip? Ah ja, nee, geen kip voor Thanksgiving, ja, nee. Dus je hebt KFC. Ongelooflijk voor kerstmis. Maar er is kerstmis. Ja. Ja, je hebt kerstmis met veel cadeautjes maar en... Het is niet een feest, een feest. Voor de familie, maar voor de koppels. Ah. De kinderen, ja. En... Dus een beetje zoals Sint-Valentijn. Ja, en nieuwjaar is niet met de vrienden, maar met de familie. Ah, oké, okay, het is omgekeerd. Ja, ja. Ah, ja. Ja, oké. Okay, ja. Kan je dat zien op de... Een kerst... KFC. En wat is dat hier? Een taartje? Een taartje. En ik heb quiche gemaakt. Ah, ja. Een quiche gemaakt. Ja. En roastbeef. Een roastbeef, ja. Roastbeef. Ja, en ik heb tiramisu gemaakt. Ja. Wauw. Ja. Ziet er heel lekker uit, ja. Ja. En een soort buffet, dus je kan dat ervoor maken. Ja, ja. Je moet niet koken. Zie ik je nog, Anna? Ja. Maar dus, ik probeer te begrijpen. Oké, okay, proper, respectvol. Er is geen bullying? In de school een beetje. Maar... Ook veel sociale media?
Ja, heel veel. En hoe doen ze dat op school? Mag je sociale media? Ja, we mogen de telefoon gebruiken in de klas. Het verschilt dan met de school, maar in mijn school we kunnen de telefoon gebruiken in de klas. En er is geen controle of je doet wat je wilt? Ja. En mensen respecteren dat? Er is geen probleem met dat. Hoe komt dat? Ik denk de mentaliteit is anders. De educatie is ook. Misschien ook de ouders zijn heel strikt, nee? De educatie is anders. De relatie met de leraar en de leerlingen is... Heel respectvol ook, of? Respectvol, maar we hebben een fusionele relatie met elkaar. Oké, je mag alles vragen, ze zijn niet boos. En dan heb je veel examens en testen. Drie sessies. Ja. Dus kerstmis, Pasen en dan einde jaar. Ah ja. Ja. En als je dat niet goed doet, kan je ook dubbelen? Nee, er is geen dubbele systeem. Dus je gaat verder. Je gaat verder en dan heb je dan toch een diploma op het einde. Ja, maar ik denk dat als je gaat naar de universiteit, dat is je hele makkelijker. Gemakkelijker? Moeilijker? Ja, moeilijker. Moeilijker. Ja, omdat ze hebben examens nodig. Om binnen te gaan in die... Ah, ja. Om binnen te gaan is moeilijk, maar de studie is niet moeilijk. Niet zo moeilijk. Ah, ja. Oké. Omgekeerde. Nou, dat is niet slecht. Dus een groot examen voor naar de universiteit. En heb je dan misschien privéscholen om te studeren voor het examen voor de universiteit? Ja, en we hebben ook scholen voor de clubactiviteiten. Dus dat is een aparte school. Betaald om extra lessen te hebben. Ah ja, je kan betalen. Dat is een beetje zoals een privé leraar. Veel mensen doen dat. Ja, hier niet, omdat dat een beetje duur is. Oké, okay. Zijn de mensen... vrienden... Ja. En de mensen zijn rijk? Ze hebben een goede levensstandaard? De verwarming. Water, elektriciteit is niet duur. Ah, is niet duur, ah nee. Dus iedereen kan normaal leven. En de boodschappen ook zijn niet duur. Niet duur. Maar wat is duur? Een huis kopen? Nee. Ook niet? Nee. Wat? Fruit. Eet je fruit? Ja. Ah, ja. Een ander niveau. Ah ja, ja, een ander niveau. Ja. Dat is voor... dat is zoals caviar eten. Oké. Okay. En dus je wilt terug? Ja. Ik ga een beurs... probeer te krijgen voor 4 jaar daar te studeren. Wauw, aan de universiteit. Wat zeg je? Ik wil daar te leven. Ik begrijp dat. Maar dus, hoe kan jij aan de universiteit beginnen? Je moet ook examens doen. Ja, maar voor de immigrant. Ja. Niet voor Japanse... Dus er is een immigrantenexamen? Ja. Enfin, en je kan dat hier doen? Of online? Wauw. Maar is dat een officieel Engels examen? Nee. Ik heb een officiële Japanse examen gepasseerd in Japan. En dus nu ga ik een Engels officieel examen... Maar voor de taal? Ja. Alleen voor de taal, en ja. En met de resultaat ga ik aan de Japanse ambassie hier in Brussel... de beurs krijgen. Vragen, ah ja. Ja. Vragen, en ja. Je resultaten op school zijn niet belangrijk? Dus je resultaten voor... Ik denk dat ook. Ja, en wat wil je studeren in Japan? Communicatie. Misschien cultuur of zo. Ik wil voor de Japanse televisie werken. Wauw! Maar wat een beetje triestig dat ze in Japan is.
En je ouders zijn hier? Ja. En wat zeggen ze? Nee, blijf hier. Nee, het is een goed project. Het is een heel goed project. Ben je niet bang van aardbevingen? Nee. Nee? Het is niet zo frequent. Nou, het is frequent, maar de huizen... zijn voorbereid voor de aardbevingen. Ja, de structuur. Ja, dat misschien is dat een flexibele... Ja, het is maakt voor de aardbevingen. Ja, ja, ja. Ja, en dus Anna, jij komt uit Roemenië. Dus ja. We hebben hier een internationaal publiek. Maar wil jij in België blijven? Of wil je terug naar Roemenië? Ik wil niet naar Roemenië teruggaan, maar ik wil in een ander land wonen. In Japan ook? Nee, misschien... ik weet het niet. Misschien Korea of Zuid-Korea of Australië. Ja, 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 dat is niet zo ver van... Enfin, dat is wel ver van Japan, maar minder ver dan België. Ja. Je kan zien, met je diploma kan je veel doen. Hè? Ik hoop dat dat oké zal zijn. Mijn diploma gaat flexibel zijn, omdat ik maak werken in... Ja, overal. Hè? Informatica is... Op de computer. Voilà. Je kan heel veel online doen. Ja.